Bijzondere verrassing in de mand voor de majesteit. Tot eind deze week wordt hij namelijk gevuld met Brabantse geschenken voor het afscheid van koningin Beatrix. En zij mag in handel een ritje gaan maken in een Peterbilt, een enorme Amerikaanse truck. En let op, in deze aflevering gaan onze oranje reporters zelfs het stuntwerk niet uit de weg. Even kijken hoor, waar we nou moeten zijn. Even rechts of links? Nee, of? Ik denk links. Nee, rechts. Ik denk links. We zitten in het buitengebied van handel en we moeten van mij toch echt links. Wat was dat nou? Oh. Nou, volgens mij komen we daarvoor. Ik geloof dat dat het cadeau is wat we zochten, ja. Dat is even schrikken. Zo, de ju. Nou, dit is hem voor mij. Dag Jan! Hallo! Daar had je nou niet hoeven doen. Nee? Veel te groot toch voor de koningin. En ze heeft nog geen groot rijbewijs hoor. Nee, dat denk ik niet. Hier is nog plek. Er is nog plek. Achterin is ook plek. Het is niet de truc zelf die... Nee. Die hou je zelf. Ja, we willen zijn. Zo. Nou, we komen even binnen, Jan. Oké. Daar sta je dan. Voor een prachtige oranje truc waar koningin Beatrix in rond mag rijden. Zo Jan, ben wel benieuwd nou hoor. Ja, de W van wauw, wat een wagen. Dit oranje gevaart is de jongensdroom van Jan Verzandvoort. Hij heeft er altijd al een willen hebben. Hij rijdt er nu rondjes mee door het Brabantse land. Gewoon voor de lol. Meer dan 500 brute paardenkrachten. Hey, moeten we eigenlijk niet gewoon Henk draaien nu? Henk? Henk Wijngaard, met de W van Wijngaard. Nee, laat maar. Ja, ooit is een grote wagen gezeten, maar. Nee joh, het is monsterlijk. Ik vind het wel kicken. Ja. Het is hartstikke gaaf. Zeg Jan, wat is dit voor een gevaart eigenlijk? Ja, het is een truck uit Amerika, geïmporteerd uit Amerika. En wat voor merk is het? Dit is een Peterbilt. Peterbilt, nooit van gehoord dan? Nee, het is een Rolls-Royce onder de vrachtwagen, zei Jan. Het is een Rolls-Royce onder de vrachtwagen. Nou, wat ik even gezegd hebben. Hij heeft het heel wat meer paardenkrachten dan de Gouden Koets, Jan. Denk je dat de koningin dit zal waarderen? Nou, ik hoop natuurlijk wel dat ze het leuk zal vinden. Maar ja, dat moet je natuurlijk afwachten. Het zou wel leuk zijn als ze een rondje kwam rijden, hè? Het is natuurlijk hartstikke fijn. Jongen. Natuurlijk hartstikke fijn. En dan ziet u ook eens een keer hoe de Amerikaan in zijn truck zit. En ik vind de kleur ook goed gekozen, Jan. Dat maakt hem af, hè? Ja, daar hebben we wel natuurlijk wel geluk mee. Want het is niet zo dat we voor elk evenement die truck gaan overspuiten. Het is natuurlijk wel... Maar je hebt hem ook niet oranje gemaakt voor Beatrix. We blijven hem zo zoals hij is. Nou, Jan... Met je kostbaarste bezit en dan laten we maar even in het midden of dat je vrouw of de vrachtwagen is. Hij mag erin, de uitnodiging voor Beatrix. Leg hem in de mand, zou ik zeggen. Ja hoor. Het wordt een mooie ervaring, majesteit. We kunnen het van harte aanbevelen. Eerlijk waar. En wij laten even weten als ze komt, hè. Ja hoor. Prima. Komt helemaal goed. Nou, Christian, op het dak dat ding. Opsa. Zo, toet. Nou, weer een mooi cadeau erbij. Je kunt alle filmpjes trouwens even terugbekijken. Hè. Dat kun je doen via onze website omroepbrabant.nl/mand. Even dat nummer zoeken, ja. Maar... Jij belt even met Den Haag of we hem kunnen... Ja. Want er komt er morgen weer een mooie bij. We gaan naar Spoordonk. Spoordonk gaan we. Vliegen! Ja. Jemel, man. Oeh. Verbinding viel weg. Ze zit in een tunnel.